Veel verschillen in armoedebeleid in de regio. Het zou mooi zijn als we met elkaar constateren dat we veel meer landelijk gelijk beleid hebben en dat het geen postcode loterij is. In welke gemeente je woont, wat voor voorzieningen er voor jou zijn. En verder, OK Toneel uit Sint-Michielsgestel na 3 jaar bijna weer op de bühne. En overlast rondom voormalig basisschool in Vught. Dit is het DTV Nieuws. Welkom. 17 oktober is de internationale dag tegen de armoede. En daarom besloot vakbond FNV dinsdag een nieuw onderzoek over armoedebeleid te presenteren. De conclusies daaruit zijn niet mals. In onze regio maakt het voor chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers veel uit in welke gemeente zij wonen. Het maakt veel uit of je in de gemeente Maashorst, Heusden, Sint-Michielsgestel, Vught, Os, Bernhezen of Den Bosch woont als het aankomt op toeslagen en regelingen voor mensen die het minder breed hebben. Uit een nieuw onderzoek van de FNV blijkt dat er grote verschillen zijn in het armoedebeleid van gemeenten in onze regio. Welke voorzieningen er zijn, hoe je ze aan moet vragen, wat de hoogte is. Of er gekeken wordt of je nog wat spaarcentjes hebt of een auto in je bezit hebt en hoeveel dat dan waard is. En dat het voor mensen zelf gewoon heel erg ingewikkeld is om daar achter te komen. En dat zeker met het wantrouwen wat er ook is richting de overheid, dat steeds meer mensen eigenlijk moeite hebben met dit soort voorzieningen aan te vragen. Die er dan wel zijn en soms ook weer niet zijn. De vakbond spreekt van willekeur omdat gemeenten allemaal een eigen minimabeleid voeren. Dat komt volgens de bond door de decentralisatie sinds 2009. Het Rijk droeg daarbij veel taken over aan de gemeente zelf. Hierdoor zijn onder meer de regelingen voor mensen met een chronische ziekte, een beperking of voor mantelzorgers achteruit gegaan. Ja, kijk, als je vroeger €250 kreeg als zwaar belaste mantelzorger en nu word je afgedankt met een jaarlijkse bijeenkomst. Ja, dan denk ik, terwijl je als mantelzorger vaak ook hele hoge bijkomende kosten hebt, dan is dat een afdankertje. De conclusie van de bond is dat de willekeur in de aanpak per gemeente moet stoppen, zodat de mensen die het nodig hebben gelijke steun kunnen ontvangen. Dat ze niet rondkomen, dat is gewoon niet goed. Dus heel goed dat al die maatregelen er zijn. En het is ook heel fijn dat met dit onderzoek duidelijk is gebleken wat de gemeenten doen om armoede tegen te gaan. Maar het zou mooi zijn als we met elkaar constateren dat we veel meer landelijk gelijk beleid hebben. En dat het geen postcode loterij is. In welke gemeente je woont, wat voor voorzieningen er voor jou zijn. Het hoeft niet zo te zijn dat alle regelingen afgeschaft worden, maar wel dat je daar eenduidigheid in krijgt, zodat je niet een verschil hebt van als je in die gemeente woont, val je wel in de doelgroep en de andere niet. Het bedrag wat je krijgt, bijvoorbeeld na 3 jaar in armoede, is hoger in de ene gemeente en de andere gemeente is €100 minder. Ja, daar willen we eigenlijk vanaf. En buiten dat bepleiten we natuurlijk een verhoging van het landelijk minimumloon en de uitkeringen. Het volledige onderzoek is in te zien op de Facebookpagina van FNV Lokaal Den Bosch. De vakbondsleden gaan in de komende tijd in gesprek met de gemeente over het armoedebeleid. Rondom voormalige basisschool Baarzenschool in Vught zijn de afgelopen weken meldingen gedaan van overlast. De wijkagent bevestigt dat er ruiten zijn ingegooid, vuurwerk is afgestoken en dat vandalen het pand zijn binnengegaan. De wijkagent stelt dat er extra boa's ingezet worden om controle te houden. Ook houden de buurtpreventie en jongerenwerk een oogje in het zeil. De gemeente is ondertussen ook op de hoogte gesteld. Darter Toon Grebe uit Den Bosch is maandag op 35-jarige leeftijd overleden. Hij kampte al jaren met gezondheidsproblemen. Grebe kwam 2 keer in actie op het WK Darts van de dartsbond PDC. In 2017 werd hij met spoed opgenomen in het ziekenhuis met een ernstige infectie. Daarbij werd zijn rechtervoet geamputeerd, maar Grebe bleef toch op een behoorlijk niveau darten. Een jaar geleden moest ook het onderste deel van zijn linkerbeen worden geamputeerd. Collega-darters hebben op social media hun medeleven geuit met de familie en vrienden van Toon Grebe. OK Toneel uit Sint-Michielsgestel is al 105 jaar een prominente toneelgroep in de gemeente. Sinds corona heeft de groep niet meer opgetreden, maar dit weekend staat de eerste officiële voorstelling op de planning. Oh, stop! Oh, wat bent u van plan met mijn leven?
De vraag is nu, kunnen ze het nog wel na zo'n lang coronareces? OK-toneel uit Sint-Michielsgestel had maandag de laatste repetitie voor de productie van aankomend weekend. We hebben natuurlijk een hele periode eigenlijk stilgelegen vanwege corona. Veel voorstellingen die we eigenlijk hadden gepland niet doorgegaan. Dus het feit dat je weer op het podium mag staan en jezelf mag verdiepen in een rol en daarmee vooral anderen kunnen vermaken, daarbij ook jezelf, ja, dat is het feestje van toneelspel. 2020 hadden wij een volledige grote productie klaarstaan die we een week van tevoren hebben moeten annuleren. En daarna hebben we wat kleine producties gedaan, maar niet zo groot als hier weer in een zaal. Na corona is er nog een probleem, namelijk de vergrijzing. Het is heel lastig om jongelui te enthousiasmeren om zich een wat langere tijd in te zetten voor een productie. Wij draaien deze productie en je bent om en nabij 4 tot 5 maanden bezig, wekelijks repeteren. En de jeugd van tegenwoordig is daar niet zo snel meer voor in. Ik denk dat ik de jongste ben op dit moment. Jongeren, om die echt een half jaar lang, iedere maandag, bij wijze van spreken, te laten oefenen, 1,5 uur op een avond. Ja, toch wel, zeg maar 8 uur in de week ben je er toch wel mee bezig. Op vrijwillige basis. De minimale leeftijd om lid te worden is verlaagd van 16 naar 12 jaar. De vereniging hoopt zo de jeugd het podium op te krijgen. Oh, dat zal wel heel moeilijk zijn, hè, voor jou, om 10 en 4 bij elkaar op te tellen. Cultuur moet blijven, hè. Toneel valt onder cultuur, musical eigenlijk een beetje. Deze voorstelling betreft ook een aantal liedjes. En cultuur moet blijven, of dat je nou 80 bent of je bent 8. Eigenlijk mag het voor iedereen. En toneelspelen is toch wel echt iets anders dan vanaf achter je telefoon een TikTok opnemen. Dan hebben ze het gevoel nog niet gehad als ze eenmaal op het podium staan en het contact met het publiek hebben, want ja, dan pas begint het echt te leven. Het geheim van professor Eemsteen is dit weekend te zien in de Meander in Sint-Michielsgestel en het Dorpshert in Berlikum. Professor, mevrouw, u verkeert alle ingroepen. Voor beide voorstellingen zijn nog kaarten te verkrijgen. De zon liet zich dinsdag flink zien en bij een matige wind werd het zo'n 14 graden. De komende dagen gaat het een beetje op en af met de temperaturen, met donderdag een uitschieter naar 19 graden. De kans op regen gaat ook toenemen. Heeft u nog een mooie weerfoto gemaakt? Mail die dan naar weerfoto@dtvnieuws.nl. Dit was het, maar meer nieuws. Bijvoorbeeld over een pilot van zorgverleners voor thuismonitoring bij hartfalen. Leest u op onze website dtvnieuws.nl en in onze app. Graag tot snel.